wat curvy vergeleken met bijvoorbeeld, om reden stereotyperend erover te spreken, vrouwen die gewoon te dik zijn. Hoi allemaal en welkom bij alweer mijn derde talkshow. Mocht je nou willen weten hoe mijn andere talkshows eruit zien, moet je die zeker even gaan checken. Die staan hieronder in de links. Maar vandaag ben ik ook weer met een hele speciale gast en gaan we het hebben over curvy fashion. En vandaag ben ik met Mariska Hansma. Leuk dat je er bent. Zou je iets over jezelf willen vertellen? Jazeker, Mariska Hansma. Ik kom uit Burgen, bij Leeuwarden, waar ik op dit moment ook studeer. Ik ben nu tweedejaars student social work op de NL Stende. En daarnaast zit ik ook in het atelier voor ondernemen en welzijn. Om na mijn studie in ieder geval een bedrijf op te zetten voor gezinshulpverlening. Yes, en heb je verder dus ook hobby's of heb je een vriend? Inderdaad, een vriend, daar ben ik nu ongeveer, even kijken, rond 4 jaar mee samen in ieder geval. En wat ik meestal heel erg leuk vind, is eigenlijk nieuwe dingen ontdekken. Dus bijvoorbeeld laatst ben ik met alpaca's gaan lopen. Oh ja. Een hele bijzondere ervaring. Ja. En ik vind het ook leuk om gewoon af en toe even Netflix te kijken of eens een keer te gaan wandelen. In ieder geval wel lekker bezig te zijn. Yes. We zijn natuurlijk altijd aan het shooten, maar nu zijn we aan het filmen. Hoe vind jij dit? Ja, ik vind het eigenlijk heel graag. Ja, want? Ja, inderdaad geef jij mij instructies, zal mijn ding doen. En ja, bevalt het niet, dan doen we het een keer overnieuw. En nu moet ik zelf praten, dus dat is heel anders. Ja. Nou, we gaan er gewoon het beste van maken. Zeker. En de allereerste vraag die ik jou ga stellen, hoe is het verder met jou? Ja, op dit moment goed, maar wel heel erg druk. Ik ben op dit moment met een inzamelingsactie voor Oekraïne samen met mijn moeder. Daarnaast studeer ik natuurlijk ook nog voltijd en werk ik ook nog 21 uur in de week. Dus om dat nu allemaal in balans te houden is best pittig. Ja, en wat voor werk doe je dan? Ik werk nu in Leeuwarden bij Infomedics, een bedrijf dat de roze nota's verstuurt voor onder andere orthodontisten en podologen. Ja, goed combineren met je studie, want HBO-studie lijkt me best zwaar. Ja, het is inderdaad wel zwaar, dus ik onderschat het ook zeker niet. Maar de studie is op dit moment zo ingericht na de coronacrisis dat wij 2 dagen in de week naar school moeten in de ochtenden. Ja. En voor de rest onze eigen studietijd kunnen indelen. 3 dagen in de week fulltime te werken. Dus prima te combineren op dit moment. Goeie combi dus, zeg jij. Ja, zeker. Yes. We gaan het natuurlijk hebben over curvy fashion. En even voor de mensen die niet weten wat curvy fashion is. Dat is een stijl die wat meer is voor wat edere en vollere vrouwen. Zou je iets willen vertellen over jouw kledingstijl hierin? Ja, mijn kledingstijl is denk ik over het algemeen, wordt hij gezien als vrouwelijk. Hè, wat je daaronder kan noemen natuurlijk, in de huidige creatie van vrouwelijk natuurlijk. En die ook vrij zakelijk is, maar wel met een speelse manier erop in ieder geval. Dus wel passend bij de leeftijd en met, hoe ik nu ben op dit moment. Ja, yes. Vind je dat de samenleving zeg maar, tegen curvy fashion naar kijkt? De samenleving nog een kleine verandering in ieder geval daarin nodig heeft om het wat meer te normaliseren. Want vaak wordt curvy vergeleken met... Bijvoorbeeld om reden stereotyperend erover te spreken. Vrouwen die gewoon te dik zijn. En curvy betekent dat niet. Curvy is dat je vormen hebt en voller bent. Dus bijvoorbeeld hè, een normaal dikke kont. Wat andere vormen in het gezicht. Bovenarmen die misschien wat gespierder zijn. Dus het kan eigenlijk alle kanten op. Conceptie wordt nog wel eens vaak gedaan dat het vergeleken wordt met gewoon dik. Dus te zwaar. En curvy heeft vaak gewoon niet met een bijvoorbeeld ongezonde levensstijl te maken. Maar met je bouw. Waar je dus niet zo heel veel aan kan doen. Nee, precies. En hoe sta jij hierin dan? Hoe vind je dat je er zelf in staat? Ja, ik denk dat ik er op zich wel positief in sta. Want ik heb inmiddels geleerd hoe ik me kan kleden. Dus ook met de beperkingen in mijn lichaam, zoals bijvoorbeeld mijn buik. Dat ik weet van dit past bij mij en dit is mijn vorm. En daarbij weet ik ook in ieder geval welke kleding ik bijvoorbeeld niet kan dragen. Of niet met bepaalde combinaties. Omdat dat niet in ieder geval eer doet aan hoe ik eruit zie. Nee, precies. En ben je dan ook op je kledingstijl? Ja, zeker. Ik gebruik in ieder geval niet al te strakke kleding. Dus bijvoorbeeld dit jurkje zou dan in dit geval kunnen. Alleen dat accentueert mijn andere lichaamsdelen zoals mijn heupen, mijn billen. In plaats van dat het meteen de nadruk legt op mijn buik. Ja. En dat verhul ik dan bijvoorbeeld weer door een riempje erom te doen. Waardoor je eigenlijk die optische illusie krijgt dat ik daar slanker ben. Altijd zo zeker in je kledingstijl gestaan of was dit vroeger totaal anders? Nee, dat was vroeger inderdaad totaal anders. En dat heeft ermee te maken dat er nu meer opties zijn in de maatschappij om te kleden. En deelt er met van tot een bepaald inkomen te maken. Dus ik heb nu meer kansen in ieder geval om te kijken naar wat ik echt leuk vind. En vroeger was het zo dat wij natuurlijk wel kleding kregen. Of inderdaad wel door mijn moeder haar best werd gedaan om wat leuks uit te zoeken. Eenmaal duur en met een beperkt budget kan je ook maar beperkte kleding halen in ieder geval. Dus ja, met een eigenlijk vervelende maat op dat moment. Het was wat zwaarder dan de meeste mensen rond die leeftijd.
kan dat nog wel eens tegenvallen wat je dan kan kopen. En vraag je dan, kan je dan ook wel nu meegaan met de trend? Of valt dat lastig te combineren? Nou, ik ben niet echt het type dat graag met de trend meegaat. Ik doe eigenlijk een beetje mijn eigen ding. Mm. Dat vind ik ook wel prettig, want ik heb zoiets van iedereen moet gaan dragen wat hij wil. En niet per se met wat op dat moment trendvol is. Mm. Als je het leuk vindt, lekker doen inderdaad. Ik heb niet het gevoel dat ik met de trend mee moet gaan om erbij te horen. En als we het dan hebben over algemeen curvy fashion, mm-hmm. merk je dat daar ook wel echt trends zijn of valt dit ook nog steeds tegen? Ja, wat ik heel vaak zie bij curvy mode is dat het heel vaak teerd wordt. Of dat het heel vaak uitloopt op een drapering. Dus bijvoorbeeld heel snel rokken, bepaalde stoffen die niet gebruikt worden. Zoals bijvoorbeeld nep latex bijvoorbeeld. Jurkjes dat wat strakker vallen, omdat dat gewoon vaak niet bij de lichaamsbouw op een of andere manier past, vinden de meesten. Dus ik zie wel dat dat eigenlijk verschil brengt in wat het aanbod voor bijvoorbeeld curvy vrouwen is. Met een maatje meer. Dan bijvoorbeeld meiden die dan binnen het stereotype beeld van hoe een vrouw eruit moet zien vallen. Ja, dat er verandering komt. Nou, ik zou het in ieder geval wel prettig vinden als er wat meer aanbod komt. En ook wat in verschillende prijsklassen. Wat ik nu heel veel zie, hè, je hebt bijvoorbeeld wel winkels die erop gericht zijn, zoals MS Mode. En H&M maakt daar ook stappen in bijvoorbeeld. Nog heel vaak hè, die bijtvallende kleding. De basics die dan wel steeds meer komen. Maar niet dat je een keer zegt van, hè, druk je wat, hè, stel jij zou het aandoen, hebben ze niet in mijn maat. Nee. En dat is gewoon heel teleurstellend, want heel veel kleding zou bij de meesten gewoon mooi kunnen vallen. Ja, precies. Maar die worden niet aangeboden. Nee, en als we het even hebben, als we weer even terug gaan aan curvy fashion, aan welke kledingwinkels moet ik nou vooral denken? Waar koop jij kleding bijvoorbeeld? Ja, waar ik meestal mijn kleding haal is bijvoorbeeld Shein of Shine, net hoe je noemen wil. MS Mode en H&M af en toe, afhankelijk van hè, wat inderdaad de trends zijn en wat op dat moment in de markt qua maten zit. En voor de rest kijk ik gewoon een beetje rond waar wat is. Maar bij de reguliere winkels, zoals bijvoorbeeld de Zara, zie ik dat het heel lastig wordt. Want die maten zelfs in. Precies. XL is vaak daar ook eigenlijk een emmertje, elletje. Ja, dan wordt het al vrij gauw lastig. Ja, dus jij zou wel willen dat er gewoon meer aanbod komt. Ja, meer aanbod. En ook winkels die wat meer gericht zijn op een reguliere maat. Als in, hè, bij de ene winkel zie je dat er bijvoorbeeld een S aan kan en de andere moet je een XXL bijvoorbeeld. Yeah. Hè, dat er wat meer regulering in komt. Want het is in ieder geval voor je zelfbeeld, heb ik in ieder geval wel fijner als je ze een keer in een bepaalde merk, een bepaald merk, een bepaalde maat kan aanhouden. In plaats van dat je constant moet kijken van ja, wordt het te klein, wordt het te groot. Dat frustreert ook wel eens. Ik kan veranderen. Ja, nou ik hoop dat de fashion designers of fashion winkels kijken. Want er moet gewoon verandering komen, mensen. We gaan nu even een rubriekje bespreken en dat is het favoriete kledingstuk. Heb jij die? Jazeker. En dat is? Ja, dan pak je er even bij. Yes. Niet een kledingstuk erbij gepakt. Ik zie het al. Dit is mijn favoriete kledingstuk. Roze jasje, om het zo maar te zeggen. Dus het valt lekker op. Lekker vrolijk. En mijn favoriete kledingstuk is deze. Omdat ik hem vaak aan heb in ieder geval. En de kleur heel erg opvalt. En dat heeft er onder andere mee te maken ook dat ik deze jas heel prettig vind. Omdat hij mooi recht uitloopt. Hij staat in ieder geval heel classy. Hij zit ook gewoon lekker. En waar heb je deze jas vandaan gehaald? Oeh, goeie vraag. Volgens mij heb ik deze bij de CNA gekocht, als ik me goed herinner. En koop je dan vaak in je kleding of valt het daar ook nog steeds tegen? Nou, CNA koop ik de laatste tijd niet zo heel veel kleding meer. Dat heeft ermee te maken dat, al heb ik het gevoel, in ieder geval wat meer gericht is op de wat oudere dames. Dus hè, in ieder geval boven de 30, die wat meer jongvolwassen zijn. En tegen de volwassenheid aan zitten of net eroverheen. En dat zijn vaak ook een beetje wat ik dan noem soepjurken. Ja. Dus de wat inderdaad grotere kledingstukken die dan echt helemaal verder geen vorm hebben. Dus waar geen leuk roezeltje aan zit. Geen leuk riempje, wat dan ook. Nee. Het valt gewoon recht aan en het is een beetje tenteneffect. Dat helpt natuurlijk niet mee als je al wat steviger bent. Door dan wat verder niks voor je figuur doet. Nee, dan zou je daar toch een riempje aan kunnen toevoegen. Ja, dat kan inderdaad. Accessoireren helpt natuurlijk altijd. Alleen bij sommige kledingstukken is het natuurlijk wel mooier. Als er iets van een ruggeltje aan zit of even een leuk kleurtje. En dat zie ik niet heel veel meer bij die winkel op dit moment. Nee. Maar dat kan natuurlijk ook wel aan de modetrends liggen op dat moment. Ja, snap ik. Nu weer tijd voor een rubriekje en dat is fashion dilemma's. En dat betekent dat jij binnen een hele snelle tijd een keuze moet maken tussen verschillende kledingstukken. Ben jij er klaar voor? Ik hoop het. Yes, wij gaan beginnen. Een jurk of een rok? Jurk. Blouse of vest? Blouse. Shirt of crop top? Een shirt. Mom jeans of high waist? De high waist. En de laatste, de sneaker of de laars?
en laagje dekken. We antwoorden al heel snel highways. Waarom highways? De highways is bij mij heel erg effectief, omdat het een beetje eigenlijk mijn buik verhult. En als ik wat ik meestal aan heb, is een blouseje. Ja. Dus die kan ik daar dan mooi instoppen. En dan geeft het de optische illusie, zoals ik net zei, in ieder geval dat je wat slanker lijkt. Dus dat geeft mij iets meer zelfvertrouwen als ik dat aan heb. Daar moet ik wel bij zeggen, niet iedere high-waist kan ik aan, want alles accentueert. Ja. Dus daar moet ik wel altijd aan denken als ik iets aan ga doen in ieder geval, hoe ik dat ga combineren. En heb je dan nooit dat je mid-waist kan kopen of low-waist? Of nou, low-waist begin ik eigenlijk niet aan. Nee, dat snap ik. Nee, dat zit gewoon niet prettig bij mijn buik. En het zit voor mij gewoon te laag, dus dan ben ik de hele dag aan het ijsteren, zoals ik dat altijd zeg. Ja. Daar word ik helemaal gek van. Nee. En de mid-waist is eigenlijk wel prima, maar vaak vind ik de high-waist altijd het meest prettig. Ook omdat hij vaak wat meer accentjes heeft op de broek zelf, die ik dan leuk kan combineren. Yes, yes. Heb je ook een flop in de fashion wereld? Ik denk, deze trend, dit is idioot, dit moet gewoon weg. Ja, nou, ik hoop niet dat het een trend is, maar wat ik echt niet vind kunnen, zijn de sokken en sandalen. En ik denk dat meerdere daar mijn mening over delen. In ieder geval. Wat ik altijd heel jammer vind, dames, heren, of alles ertussenin in ieder geval, vaak de deur uitgaan met bijvoorbeeld een joggingpak. Ja, ja, dat vind ik ook best wel. Dat ik denk van, thuis prima, maar als je de deur uitgaat, wel gewoon even een broek aan of gewoon even iets wat er normaal uitziet. Precies, het hoeft niet overdreven inderdaad, maar doe inderdaad eer aan je lichaam. Dus bijvoorbeeld een leuk, je kan bijvoorbeeld wel een joggingbroek aandoen, maar doe er even een leuk t-shirtje bij. Ja. Of even een klein mascaretje op de wimpers. Dat ziet er alweer heel anders uit dan dat je inderdaad met een haar in de knot helemaal onverzorgd op je teenslippers en joggingpak naar de plaatselijke supermarkt gaat, vind ik altijd. Dus jij gaat altijd verzorgd de deur uit? Altijd wel, ja. Ben je ooit in joggingbroek naar buiten geweest voor iets? Of nog nou, toen ik echt moest, toen ik echt ziek was en geopereerd was, toen kon ik ook geen andere broeken aan. Dus... Nee, maar daar kan je er niks aan doen. Nee, daar kan je er inderdaad niks aan doen, maar dat vond ik al een verschrikking. Ik ben er wel mee bezig doen dan in ieder geval. Zo zelf met zelfvertrouwen en een beetje een leuke kledingstijl in ieder geval de deur uitgaan. Dus ja, jij bent dus nog nooit en snel je opgekomen naar buiten. Ja, absoluut niet. Nee. Dat zie je mij niet doen. Nee, dat zou ik wel doen, maar ja. Dat is zijde. Niks mis mee. Nee, natuurlijk niks mis mee. En dan gaan we nu het laatste rubriekje bespreken en dat is een fashion hack. Heb jij een kledingtip voor de mensen? Ja, kledingtip die ik altijd geef. Outfit heel simpel. Probeer het accessoires te gebruiken waar dat kan. Maar dat geeft toch een beetje meer flair aan de hele outfit. En dan ga je eigenlijk van basic naar misschien een hele superleuke outfit. Met basic is ook niks mis mee, maar wil je het wat opfleuren, zeg ik altijd gebruik wat accessoires. En dat kan in de kleinste dingen zitten, van een ringetje tot een klein oorbelletje. Ja, gewoon de outfit dus helemaal afmaken. Ja, eigenlijk wel. Het is een toevoeging. Ja. Ik probeer deze tip van Mariska zeker uit, want het maakt natuurlijk wel je hele outfit af. En dan wil ik jou bedanken voor het meewerken aan deze video. Graag gedaan. En dan zou ik het leuk vinden als jullie een reactie achterlaten of je misschien zelf herkennen in deze kledingstijl. En dan zou ik het natuurlijk leuk vinden als jullie gaan abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende keer in alweer mijn allerlaatste talkshow. En die gaat heel erg leuk worden, want daar ga ik bepaalde quotes bespreken met Mariska.